Nu de koers een dalende trend vertoont, zullen ook de prijzen in de winkels, voornamelijk van de basisgoederen, langzaam omlaag gaan. Dit verzekert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in een interview met onze nieuwsdienst. De bewindsman koppelt de stabiele koers aan de positieve ontwikkelingen binnen de macro-economie. Ramdin benadrukt dat de prijzen van basisgoederen goed gemonitord worden. Natuurlijk de luxegoederen, daar hebben wij niet specifiek aandacht voor, in die zin dat we daar, dat een prioriteit is. Uiteraard, luxegoederen, degenen die dat kunnen veroorloven, kunnen dat kopen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat men gaat speculeren, de handelaren, om ondanks een koersdaling hogere prijzen in rekening te brengen. Maar onze prioriteit is ten aanzien van de basisgoederen. En die worden tegen veel lagere prijzen ook aangeboden, ook vanwege de voorzieningen van de regering op verschillende plaatsen. Dus ik denk dat wat dat betreft de situatie vrij goed onder controle is. Helaas, we moeten ook de medewerking krijgen van de winkeliers, van de verschillende importeurs en de distributeurs om niet alles in rekening te brengen als er zijn een verhoging vanwege energietarieven of vanwege andere kosten die omhoog gaan. Daar gaan we scherper op letten. De minister roept de samenleving op om ook te letten op de prijzen in de winkels. In geval van prijsopdrijving doet hij een beroep op de gemeenschap om hiervan melding te maken bij het ministerie van Economische Zaken.